Dit item wordt mogelijk gemaakt door Farmfood Hondenvoeding en Ora Hondenverzekering. De rashond van de week is de Fox Terrier. Maar waar komt dit leuke kleine hondje eigenlijk vandaan? De Fox Terrier komt oorspronkelijk uit Engeland en werd gebruikt op de jacht op vossen en dassen. Ja, de Engelsen hadden voor hun drijfjachten een aardhond nodig die het werk van de grote drijfhonden kon afmaken. De Fox Terrier moest een vos en een das uit zijn hol kunnen drijven. Daarvoor moest hij klein en sterk zijn, zeer alert en moedig. Voornamelijk wit van kleur en met een groot en sterk gebit. Wist je trouwens dat de Fox Terrier eigenlijk een heel beroemde hond is? Kennen jullie hem nog? Bobby? Ja, Bobby van Kuifje. Bobby is soms goed en soms slecht, maar zal altijd bij Kuifje blijven. Een hond die trouw is aan zijn baas dus. Maar is dat in het echt eigenlijk ook zo? De Fox Terrier is een heel lieve hond, maar met echt een pittig karakter. Het zijn hele gezonde honden en ook in het gezin is het een goede gezinshond. Oké, een goede gezinshond dus. Maar is er ook een keerzijde van dit lieve karakter? Ze kunnen heel pittig zijn. Fox Terriers kunnen niet altijd met alle honden goed overweg en kunnen echt heel dominant zijn. Ook een echt baasje dus. Een goede, consequente opvoeding is dus erg belangrijk bij de Fox Terrier. Welke types zijn er eigenlijk? Nou, we kennen de Fox Terrier in twee soorten. We kennen de draadhaar en de gladhaar. Dat zijn ideale gezinshonden omdat ze niet al te groot zijn. En de populariteit stijgt erg van dit ras. Wil je meer weten over dit populaire ras? Kijk dan even op rtl.nl/hondentv. Dit item werd mogelijk gemaakt door Farmfood Hondenvoeding en Ora Hondenverzekering.